Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat veel ouderen ongelukken maken met de fiets. Ook in de gemeente Arnhem is dat het geval. Wat zouden we hieraan kunnen gaan doen? U hoort het in Arnhem Spreekt. Ja, dat is triest natuurlijk. Ik bedoel, je moet in Nederland, het land der fietsen, dan moet je gewoon normaal kunnen fietsen. En het is dan eigenlijk belachelijk dat er zoveel ongelukken gebeuren. Bij het Velperpoortstation heb je de Catharinestraat, heet het, dacht ik. En dan de Roosendaalstraat. Dat is ook zo'n kruispunt. Als je van de Catharinestraat komt, moet je voorrang geven. Maar hoe vaak dat je daar foto's gewoon op, eigenlijk zonder snelheid te minderen, daar die hoek om gaan. En fietsers moeten inhouden. Hè. Nou, er zijn dus een hele hoop fietspaden die echt slecht zijn, hoor. En ik merk dat met die scootmobiel ook. Er zitten overal hobbels. En die afritten, dat is ook niet ideaal. Je ziet natuurlijk dat de groep oudere verkeersdeelnemers steeds groter wordt. Dat betekent dat je als gemeente heel goed gaat kijken waar je infrastructuur, met name fietsinfrastructuur, in dit geval veiliger kunt maken. Het is natuurlijk wel zo, als je die fietsinfrastructuur veiliger maakt, dat elke fietser daar profijt van heeft. Dat betekent dat het niet alleen de ouderen en de jongeren, maar ook alle andere fietsers daar voordeel van hebben. Maar dat mag ook, want uiteindelijk is het van grootste belang dat heel veel mensen in Arnhem de fiets pakken. Wat zou volgens jou de gemeente kunnen gaan doen aan het feit dat ouderen veel ongelukken maken met de fiets? Gewoon de wegen verbeteren en alle kuilen eruit halen en het weer allemaal glad maken. In plaats zo. Nou is het niet goed. Nou, ik denk dat de gemeente moet gaan kijken als ze bouwprojecten hebben, dat ze eerst aanpassingen gaan doen voor de doorgang. Met name voor de fietsenstand. Als je bijvoorbeeld nou kijkt op de Steenstraat, is gewoon één grote puinhoop. We zijn als gemeente Arnhem nu bezig om een nieuwe fietsvisie te maken. Dat betekent dat we opnieuw gaan kijken naar fietsroutes door de stad. En dat betekent het ook dat we een aantal fietsroutes zullen gaan aanwijzen die zo min mogelijk gehinderd moeten worden door kruisend verkeer. Zo min mogelijk van dit soort situaties laten optreden. En dat zijn ook fietsroutes die in mijn optiek uitermate geschikt zouden zijn voor ouderen om te nemen. Ja.